begin deze dag zo. Een beetje wind. Dit is de jongens nog op mijn kanaal. Mijn naam is Steven Strijder voor het leven. 19 jaar. En ik wens je dan een hele fijne zondag toe. Zoals fietsen en de kerk. Bedankt dat je t-shirt aan. Racing Gold. En daar staat een prachtige. Het is silica van mijn zusje. Hartstikke mooi. Ik ga even lekker rustig gaan wakker worden. En lekker even chillen. En lekker wat drinken, wat eten. En dan is. Morgen allemaal, lekker slapen. Goede ochtend gehad, en koffie op en zo. En lekker wakker worden, zet weer naar de kijk toe. Doei. Thuis vlogs en wat zijn vlogs vandaag in Nederland? Dat ga ik helemaal uitleggen vandaag. Ik ben zo mee een fijne zondag toe. Het is prachtig weer, zon schijnt. Kijk, hartstikke mooi. Zo kort vlogje om te vertellen met je hoe het met me gaat. Ik heb een paar getuigenissen deze vandaag, zo meteen fietsen naar de kerk en kun je een fijne zondag door de rust gaan. Gaat super lekker over de rust, ziet ook, ik denk dat we gaan super lekker. Goedemorgen allemaal trouwens, en een fijne zondag. Ik zie jullie straks in Breakdance, Beatbox, Raps en meer optredens. Yo, fijne zondag. Ik heb blijft je met de geloof, yo. Zonder gekheid jongens. Het gaat echt super goed, ik ben stabiel. Ik heb de vakantie voor volgend jaar een adelsreis geboekt of gepland, hartstikke leuk, hartstikke tof. Hele toffe avond, gezellige avond, want ze heeft me open gehad, super gezellig allemaal. En zo meteen naar de kerk. Yes, we saw it. Yes. I've been stuck in my head. I wish that I could forget everything, but I can't forget what you did. You wish that I would just let it all go, yeah. I can't live like this. I can't flip that switch, cause I've been stuck in my head. Wish that I would just let it all go, yeah. I can't forget what you did. Let's go. Hi. Dinsdag van 30 procent. Loop langs de gracht, ben op zoek naar mezelf. Ik drink mijn glas, weet niet of het me helpt. Ik voel me zo leeg en ik ben alleen. Want jij bent nu niet om me heen. Ik wil jou hier de hele nacht. Zeg maar, ben je morgen vrij? Want jij gaat mee met mij. Ik ken je beter dan je dacht. Maak je maar geen zorgen, want ik weet wat je lijkt. Ik ga dansen met een engel vanavond. Ik weet, ik ben de duivel, weet niet waar het vandaan komt. Maar als we samen zijn, dan is alles oké. Ja, als we samen zijn, tellen onze zones niet mee.
de gracht, ben op zoek naar mezelf. Ik drink mijn glas, weet niet of het me helpt. Ik voel me zo leeg en ik ben alleen. Want jij bent nu niet om me heen. Ik wil jou hier de hele nacht. Zeg maar, ben je morgen vrij? Want jij gaat mee met mij. Ik ken je beter dan je dacht. Maak je maar geen zorgen, want ik weet wat je laait. Ik ga dansen met een engel vanavond. Ik weet, ik ben de duivel, weet niet waar het vandaan komt. Maar als we samen zijn, dan is alles oké. Ja, als we samen zijn, tellen onze zones niet mee. Lieve mensen, is Jara. Hoi Jara. Hallo lieve Jara. Jara heeft een beetje aandacht nodig. Kijk, Jara is een lieve poes. Een beetje aandacht nodig. Ja, dat is goed. Zo mensen, even getekend. Hartstikke mooi. Toppie. Het is zondagmiddag, gewoon minder fijn weer. We gaan vanavond naar Wageningen fietsen. Ik wil even een paar dingetjes met jullie delen die heel bijzonder zijn. Ook voor mezelf. En let's go. Dus ik ga daar even bij zitten. Ik ga mijn telefoon even neerleggen op mijn kussen. Dat kussen. Ja, dat kussen. Dat kussen. Dat kussen. Ja, ja, ja. Ik heb natuurlijk de Q&A gepost op Instagram. Of YouTube. Instagram. Sorry, YouTube. Ik heb een lekker truitje aan. En ik heb hier een tas. En zoals jullie weten zitten in de tas ook heel veel dingetjes in. Dexco, mentals, dat soort dingen. Gelukkig zeggen dat ik om 5 uur offline ga. Misschien binnenkort wat langer online gaan. Dat hangt eraf hoe mijn situatie is, hoe het gaat met mijn ouders. Ik heb meer gepost pindakaas haarslag gegeten, 4 boterhammen. Ik heb lekker vlogs teruggekeken. Ik ga zo meteen een paar vlogs kijken. En ik ga zo even beneden even chillen. Wat drinken, want ik heb lang niet beneden geweest. En vandaag moet ik schrijven wat moet ook gebeuren. Dus dat. Even kort over het geloof praten. Ik ben christelijk. Dat vertel ik heel veel van mijn vlogs. Ik maak tegenwoordig thuis vlogs bij mijn ouders. Omdat de omstandigheden zijn dat ik momenteel ergens van moet leren. Ik heb natuurlijk veel video's gemaakt, veel updates gepost en jullie veel vlogs gekeken. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle likes, alle reacties, alle weergaven. En voor alle gebeden en dankpuntjes. En alle mensen die mij comments gaven deze week. Alle mensen die mij toegevoegd dag hebben gezegd om me goed te hebben. Super tof, dank je. En die mij op TikTok zo'n goede vibe schreef. Ik ben er blij mee. Ik ben ontzettend door vakantie. Maar ik heb met kerstvakantie, gelukkig. En ik ben een weekje vrij, mag ook wel na een week lang werken. Maar deze week wordt een heel bijzondere week. Weten heb ik de psychologische wellness weer begonnen. Ik heb veel vlogs met veel positieve dingen, veel goede dingen. Ga ik ook voetbal. Deze week is, vond ik zoals het MDO-overleg van Sidrus, mijn moeder en begeleiding. We hebben vrijdag een dagje uitgehad met de groep naar de Max en s'avonds een familieavond gehad. Superleuk. Langs alle positieve dingen zit ik ook met iets waar ik er helemaal mee zit. En dat is dat ik zelf onzeker ben over. Ben ik al goed genoeg? Deed ik te veel positieve dingen uit? Vertel ik te veel dingen? Of online zijn, ieder weekend en online zijn, de hele tijd een beetje te veel? Nee. Ik ga vertellen dat ik half week offline ben. Binnenkort ben ik ook de hele week online. Dat laat ik jullie echt vanzelf weten. Ik heb nog geen duidelijke afspraken over gehoord of gemaakt. Maar ik ga er wel het gesprek aan vragen. Want ik wil ook Spotify kunnen luisteren, muziek kunnen luisteren, dingen kunnen kijken en luisteren. En gewoon spraken naar video's kunnen sturen. Dus dat. Ging 2 zondag te rust gaan. Ik spreek je later. Dat was een beetje dingetjes. Ja, dingetjes. Yes. Het was weer een toffe zondag. Geen te lijken te abonneren. Dank je wel voor het kijken allemaal. Het is einddroog, soort van. Als ze Bim Dees kijken, zullen ze eten. Mijn ouders moeten medicatie nemen. Er is veel informatie. Er is veel vlogs gemaakt. Komt uit, komen hele mooie toffe vlogs, TikToks en video's aan. Het is goed, zwemmetje. Pull up. En we zien jullie voor elkaar. De careful. Yes. Tot snel.